Hi, welkom bij weer een nieuwe video. Het is inmiddels 2 weken naar de Berlijn Marathon. En ik ben sinds gisteren weer aan het hardlopen. Ik heb heel netjes 2 weken gewacht. Of nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb het stiekem wel iets eerder geprobeerd. Maar ik wist dat het niet goed voor me was. En dat bleek ook wel. Ik denk dat het echt beter is om 2 weken looprust te nemen na een marathon. Om mijn lichaam echt goed te laten herstellen. En dat heb ik dus uiteindelijk toch gedaan. Gisteren een klein rondje gelopen. Ik ga straks weer een klein rondje lopen. Daar ga ik veel meer over vertellen. Maar ja, hier is even deze chaos. Elliot, heb je een nieuwe loopwagen? Oh. Oké, ik ben net terug van mijn training. Of in ieder geval, ik wandel nu naar huis van mijn training. Ik ben naar buiten gegaan met Elias en Filippa en de kinderwagen en Tuur achter de kinderwagen. Maar het was geen heel groot succes vandaag. Filippa had er niet zo heel erg veel zin in. Kan gebeuren. Dus die zijn eerder terug gegaan. Onderweg viel mijn horloge uit. Dus de laatste 2 minuten 5 kilometer tempo heb ik een soort van geïmproviseerd. Geen idee of ik daadwerkelijk hoe hard ik liep, hoe lang ik liep. Een beetje op gevoel gedaan. Hij heeft hem gelukkig wel deels opgeslagen. Hij was dus eigenlijk 45 minuten deze training. Maar na 40 minuten en 23 seconden viel hij uit. Ik ben meteen maar even onder de douche gegaan. Vandaar dat ik al in mijn pyjama ben. Maar wat deed ik? 20 minuten easy, 10 minuten marathon tempo. En daarna 5 keer 2 minuten op 5 à 10 kilometer tempo. Met 1 minuut rust. Hey. Hi El! Hey! Hey! Ben je weer thuis? Hey Pip! Het is dinsdag. Ik ben lekker aan het werk. Met mijn Berlijnmok voor de good vibes. Voor de marathon had ik een aantal pijntjes. Waarvan ik dacht dat het taperpijntjes waren. Want tijdens de marathon had ik er nul last van. Maar ik moet zeggen dat het nog niet helemaal weg is. Mijn rug voelt best wel stijf. Ik heb er vannacht zelfs last van gehad. Terwijl ik gewoon rustig in bed lag. En mijn bovenbeen is ook nog steeds stijf. Ik heb er geen last van als ik aan het hardlopen ben. Maar na afloop wel een beetje. Dus misschien moet ik toch nog iets rustiger aandoen. Misschien moet ik ook weer even een afspraak maken met de fysio om gewoon alles even te laten checken. Is misschien sowieso wel handig voordat ik weer van alles ga doen na de marathon. Ik zat net te bedenken, de Berlijn Marathon was mijn eerste marathon die ik liep als dertiger. Ik heb al mijn marathons gelopen toen ik in de 20 was. Mijn eerste liep ik toen ik 23 was, mijn laatste toen ik 29 was. Dus ja, dit was de eerste als dertiger. 35er. Oeh, was die nog een beetje heet, El? Oh, lekker! Moet even blazen? Nee, ik. Lekker zeg. Ik heb vanmorgen een oatmeal bake gemaakt. Een hardlooprecept. Voor de nieuwe monthly van Have a Good Run. En het is best wel geslaagd. Ik vind het niet alleen zelf lekker, maar mijn kinderen vinden het ook erg lekker. En als ze wel een droom is als een peuter van iets gezonds geniet. Want gezond, er zit havermouten en pompoen in. En geen suiker. Dan worden we blij, toch? Woensdagochtend. Mijn ontstoken oog en ik zijn lekker aan het hardlopen. 35 minuten easy. En we zijn niet alleen. Ik heb Ellie meegenomen in de kinderwagen. Gaat het nu toe erg goed. Het is inmiddels donderdag en ik heb de hele dag mijn training uitgesteld. Omdat ik vond dat ik nuttigere dingen te doen had. Maar nu gaat het echt gebeuren. Ik ga mijn training doen van vandaag. Het is een op papier best wel makkelijke training. 10 minuten easy gevolgd door 6 keer 800 meter op halve marathon tempo. Met 200 meter easy tempo rust tussendoor. Halve marathon tempo is op dit moment, ik denk 4:40. Klinkt voor mij op dit moment echt super hard. Maar ik heb dus tijdens de marathon, de eerste 10 kilometer liep ik met 4:44 gemiddeld. Dus ja, 800 metertjes in 4:40 tempo, dat moet ik gewoon kunnen. Toch vind ik het dan toch weer spannend. Wat nergens op staat, want het is helemaal niet belangrijk. Als ik 4:50 of 5:00 loop,
is het ook goed. Ik heb trouwens een shirtje aan van de Berlijn Marathon. Die wilde ik eigenlijk in Berlijn kopen de dag na de marathon. Helemaal uitverkocht. Maar ik denk dus dat ze de collectie van de expo terug hebben gekregen in de webshop. Want vorige week stonden er ineens weer wat shirtjes en jasjes en dingetjes op. En ik heb dit shirt kunnen scoren. Ik hoop dat het me extra power geeft tijdens mijn training. Ik denk dat ik mijn training ook onbewust heb uitgesteld. Omdat ik last heb van kleine pijntjes. Geen heftige pijntjes. En ze verschuiven steeds door mijn lichaam. Dan is het weer mijn kuit. En dan heb ik 2 dagen later weer last van mijn rechtervoet. En nu had ik gisteren ineens weer last van mijn linkervoet. Dan heb ik vanmorgen nog last van. Ik voel het nu ook een klein beetje. Maar ik kan het eigenlijk niet echt linken aan hardlopen. Want het gebeurt steeds een halve dag tot een dag nadat ik heb hardgelopen. En tijdens het hardlopen heb ik tot nu toe geen last gehad. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd komen. Het voelt gewoon weer alsof ik taperpijntjes heb. Maar de taperfase is voorbij. We zitten nu in de opbouwfase. En ja, misschien gaan daar ook wel pijntjes bij gepaard. Genoeg uitgesteld. Ik ga gewoon. 5 van mijn 6 herhalingen gedaan. Maar je hoort aan mijn ademhaling dat het niet makkelijk is. En dat ik Ventolin ben vergeten. Het is ook benauwd. Het is veel te laat. Ik had al lang naar bed gemoeten. Het duur ligt al een uur in bed. Ik was verdwaald op het internet. Want ik heb dus een pijntje onder mijn linkervoet. Het begon een paar weken geleden onder mijn rechtervoet. Nu zit het onder mijn linkervoet. En ik kan het niet echt linken aan het hardlopen. Maar daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Maar ik weet inmiddels wat het is. Dankzij Dr. Google. Het is de, hoe ga ik dit nou weer uitspreken? De flexor hallucis longus. Het is een spier die aan de binnenkant, onderkant van je voet loopt. En die van je hiel tot je grote teen loopt. Volgens mij gaat die zelfs nog helemaal door over je kuit. Maar ik weet, misschien is die dan wel een andere naam, dat weet ik niet. Anyway, komt vaak voor dat hij overbelast raakt bij balletdansers en soms bij hardlopers. En dat is niet zo heel erg vreemd, want ik loop echt overdreven op mijn voorvoet. Dat doe ik eigenlijk altijd al. En dat doe ik ook niet bewust. Dat is gewoon mijn manier van lopen. Dus ik heb waarschijnlijk gewoon tijdens de marathon veel te lang op mijn voorvoet gelopen. En dat is normaal niet echt een probleem als je gewoon maandenlang traint voor de marathon. Maar ik heb natuurlijk maar een super korte voorbereiding gehad. Dus mijn voeten waren het even niet gewend om zo lang op hun voorvoet te moeten landen. Dat is mijn verklaring. Als ik het zaterdag, zondag nog steeds heb, dan ga ik maandag wel even bellen naar de fysio. En kijken wat zijn professionele mening is. Voor nu ga ik het gewoon een beetje losmaken met een foamroller. En ik heb een massagetechniek gezien. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Want ik ben bang dat ik wil het natuurlijk niet erger maken. En ik hoor voetstappen. Hey Tuur, ben je weer wakker? Ja. Ja? Ik was aan het vloggen. Wanneer? Nu? Oh. Ik dacht je in de badkamer. Nee, ik ben al klaar in de badkamer. Ik kan nu zo ook lekker naar bed. Ik heb even heel Google afgespit voor mijn voet. Oh. Het is een spier, dus het is geen pees. Dat is altijd beter, toch? Tuurlijk, zeker weten. Pees is door bloed, tenminste bij mij wel. Goed, ik ga slapen. Rust zal vast ook goed zijn. Het is vrijdag. Ik heb net toch maar een afspraak met de fysio gemaakt. Ik zei gisteren dat ik wel eventjes het weekend af zou wachten. Maar toen dacht ik ineens, ja, als ik maandag bel, is er dan voor volgende week nog wel plek. Dus ik heb voor woensdag een afspraak. Irriteert me mateloos dat ik gewoon nog steeds met al die kleine pijntjes bezig ben. Terwijl de marathon al lang geweest is. En op zich is het natuurlijk helemaal niet erg om niet te kunnen hardlopen. Ik bedoel, de marathon van Rotterdam die ik ga lopen is pas over 25 weken. De halve marathon is over 9 weken. En zo belangrijk is die halve marathon niet. Maar ik mis het gewoon om zorgeloos hard te lopen. Gewoon zonder pijntjes. Een paar keer per week naar buiten te gaan. En je niet zorgen hoeven maken over wat je allemaal voelt.
En of wat je voelt uiteindelijk een dramatische blessure gaat worden. Ik hou gewoon echt ontzettend van hardlopen. De wedstrijden vind ik leuk. En er naartoe werken helpt voor mij om het hardlopen nog leuker te vinden. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om die trainingen. En ja, ik maak me dus geen zorgen om de wedstrijden. Ik maak me gewoon zorgen om het feit dat ik niet gewoon kan doen wat ik het allerleukste vind. En dat is zorgeloos naar buiten gaan en pijnvrij hardlopen. Ik las deze week een hele mooie quote die echt de spijker op de kop slaat. Glory lies in the attempt to reach one's goal and not in reaching it. Dat is echt gewoon hoe het voor mij is. Ik hou gewoon van het proces van werken naar een goal, naar een marathon, naar een halve marathon, naar 5 of 10 kilometer. Dat vind ik gewoon zo mooi om te doen. Zowel in de voorbereiding als tijdens de wedstrijd zelf. Het behalen van het doel vind ik ook heel erg fijn. Maar dat is maar zo kort. Dat is echt gewoon, die blijheid is maar zo kort. En oké, ik krijg wel echt energie van die positieve vibes die je krijgt als je een doel behaalt. En die energie gebruik ik dan weer tijdens het proces van het werken naar het volgende doel. Maar echt, ja, het werken naar het doel zelf, dat is gewoon, dat vind ik het mooiste. Goedemorgen, het is middag en zondag. Pip is Jip en Janneke aan het luisteren op de iPad met het boek ernaast. We begonnen met dat ik aan het voorlezen was, maar na een pagina of 5 moest ik echt om de 3 regels gapen. Als ik het woord gapen zeg, dan moet ik ook altijd gapen. Ja, ik weet niet wat het is met lezen. Maar als ik aan het voorlezen ben, val ik echt altijd in slaap. Ik val niet in slaap, maar ik ben alleen maar aan het gapen. Ik heb 2 dagen niet hard gelopen. Ik wil straks eigenlijk wel weer gaan. Mijn voet voelt wel echt een stuk beter dan donderdag en vrijdag. Maar ik heb natuurlijk ook 2 dagen rust gehad. Wat minder goed voelt, dat is mijn onderrug. Echt, het is hier gewoon, dit is de taperfase voor de marathon. De pijntjes verschieten door mijn lichaam. Echt, mijn onderrug nu de afgelopen 2 dagen is, nou ja, dramatisch is een groot woord. Maar ja, bij alles wat ik doe moet ik wel nadenken over mijn rug. Ja, kinderen optillen is niet echt heel makkelijk. Gisteren durfde ik niet te gaan zitten, want iedere keer als ik gezeten had of gelegen werd het alleen maar erger. Dus ik heb gisteren het hele huis opgeruimd. Is nu niks meer van te zien, want kinderen hebben het alweer overhoop gehaald. Vanmorgen lekker de Amsterdam Marathon gekeken en kreeg echt wel weer heel veel zin om hard te lopen. Dus dat ga ik straks gewoon ook proberen. Ja, dat gaan we doen. Maar eerst even wachten tot Tuur terugkomt van het hardlopen. Oké, ik ga deze chaos verlaten. Tuur is thuis. Het is erg lekker gelopen, toch? Ja, echt heel lekker, ja. Ja, 4 keer 2 kilometer. Ik ga me inspireren door jou. Laten inspireren door jou. Het is echt topweertje. Je zei dat het windkracht 6 was. Ja, 5, 6. Maar je kan wel... Topweertje. Ja, ik heb vooral het tegenwindgedeelte aan het begin gedaan in de warming-up. Ja. En beschut. Komt je uit het zuiden? Ja. Okay. Nou, zuidoost. Oké. Okay. En je wil graag dat je hem voorleest, volgens mij. Dus dat is een leuk boekje. Elliot wil spelen. Elliot wil spelen. Ik weet niet precies wat ik ga doen. Ik ga gewoon op gevoel lopen. In ieder geval geen geplande training. Gewoon easy peasy. Misschien iets harder op het moment dat het goed voelt. I don't know. Misschien ben ik binnen 10 minuten weer terug. Oké, ik was dus net buiten. En toen zag ik 9% staan. En begin deze week ging ik weer buiten met 8%. Dat was geen succes. Dus ja, laten we het toch maar eventjes opladen. Ja, ik had gewoon wel aan het trainen. Echt? Ja. Ja. Echt niet. Jij was echt niet met 8% gaan trainen. Ja. Nou, oké, moet jij weten. Ik was voor jou, ja. Jij laat je horloge op dat ze die 35% heeft. Hier moeten we het maar mee doen. 7 kilometer gelopen. Voelt allemaal een beetje stroef. Maar ik heb geen pijn. Dus dat is positief. 8 kilometer zelfs. Het is inmiddels 4:30. En ik ben een vlog aan het editen in mijn New York City marathon trui van 2018.
nog 2 weken tot de New York Marathon. En altijd rond deze periode van het jaar krijg ik ontzettend veel zin om de New York Marathon te lopen. Nog meer dan alle andere weken van het jaar. Gaat dit jaar niet gebeuren. Ik heb hem in totaal 5 keer gelopen. 2013, 14, 16, 17 en 18. Ontzettend dankbaar voor die ervaringen. Ik hoop dat er nog meer New York Marathon ervaringen bij komen. Maar dit jaar niet. Komend jaar ook niet. Maar ik zou wel heel graag weer naar New York willen. De marathon is inmiddels alweer 3 weken geleden. Nog 25 weken tot de Rotterdam Marathon. Echt ontzettend veel zin in. Mijn lichaam moet er nog wel een beetje... wel weer een beetje fit worden. Want deze week ging het niet echt fantastisch. Zo raar. Na de marathon had ik amper spierpijn. Maar ja, het is toch wel een impact zo'n marathon. Zeker als je niet super goed bent voorbereid. Ja, ik heb natuurlijk wel goede trainingen gedaan. Maar dat waren er echt zo weinig dat ik mijn lichaam waarschijnlijk niet goed genoeg heb voorbereid. Op 42 kilometer hardlopen. Dus ja, gewoon een paar kleine pijntjes. Komt vast goed. Ik heb jullie deze week meegenomen in mijn herstelweek. Dat ga ik niet iedere week doen. Ik denk niet dat het heel interessant is om nu 25 weken lang richting de Rotterdam Marathon mijn trainingsweek te delen. Maar ik ben wel voornemens om gewoon iedere week een video te gaan delen. Maar dat zal iedere week iets anders zijn. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat me vooral ook weten wat jullie leuk vinden om te zien. Wat voor soort video's jullie leuk vinden om te zien. En dan ga ik kijken wat ik daarmee kan doen. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.